De Volkswinkel NV Volksimpex van de Percaya Luhur heeft vandaag haar pilotproject de PL Shopping Cart gelanceerd. Dit gebeurde bij de hoofdvolkswinkel te Beekhuizen. Met de PL Shopping Cart kunnen ambtenaren voor een bepaald bedrag goederen op krediet aanschaffen. Bronte Sumoharjo, secretaris van de Percaya Luhur, zegt dat de kredieten gegeven worden zonder enige vorm van rente. De rente wordt door de partij zelf betaald. Dit project is geïnitieerd in samenwerking met de Southern Commercial Bank. PL-ondervoorzitter Nasir Eskak geeft aan dat de partij op deze manier een bijdrage levert aan de armoedebestrijding in het land. De PL Shopping Cart is een nieuw product van de PL Supervolkswinkel. Het houdt eigenlijk in het kort in buy now, pay later. Kijk, als politieke partij die midden in de maatschappij staat, weten we dat de maanden die gaat komen, de maanden december, januari, dure maanden zijn. Januari een droge maand. En wij hebben daarop ingespeeld. We hebben gezegd, maak je niet druk om de boodschappen. Je kan ze nu bij ons kopen en later betalen. Voor de voorwaarden, voor de details, nodig ik de mensen uit om langs te komen hier bij Beekhuizen. Jullie geven eerst de mogelijkheid aan de ambtenaren. Waarom de ambtenaren? Nou, de ambtenaren die gaan de pilotproject zijn, maar het is echt een pilotproject en wij willen binnen 3 maanden overgaan dat ook de particulieren hier aan voordeel kunnen hebben. Want de particulieren zijn immers ook onderdeel van onze samenleving. Waarbij ze dan het hele jaar door, of voor de duur waarvoor ze die lening aangaan, dat nog niet hoeven af te lossen. En natuurlijk gaat dat gepaard met de procedures waarbij wordt gekeken naar de bezoldiging, hoeveel je per maand zou kunnen aflossen. Dat ze dat pas doen, het aflossen, wanneer ze aangeven, oké, ik besluit om de PL shoppingkaart niet meer te gebruiken. Dan wordt dan het geleende geld in rekening, dan van hun salaris ingehouden. We hebben inderdaad verschillende groeperingen binnen de gemeenschap. We hebben ook de gepensioneerden. We hebben de mensen die onderstaande genieten. Dus voor die groepen geldt hetzelfde dat ze dan met die overeenkomst die ze waarbij ze die lening aangaan met de bank, dat ze gaan naar pensioenfonds Suriname, dan wel onderstaan op het ministerie van Binnenlandse Zaken, om daar dan samen met de functionarissen te bekijken welke lening voor hun geschikt is op basis van de uitkering die ze genieten op de pensioen, het pensioen dat men geniet. Eskak zegt verder dat de mogelijkheden bekeken worden om in het volgende traject ook particulieren in aanmerking te laten komen voor zo'n krediet. Daarnaast werkt de PL eraan dat mensen in de districten gebruik kunnen maken van de PL shoppingkaart. De partij heeft vandaag ook de kick-off gedaan van haar weekendmarkt. Hiermee wil de partij ondernemerschap stimuleren. Het accommoderen van ondernemers op de zaterdag en zondag is kosteloos. Personen die gebruik willen maken van de PL shoppingkaart kunnen contact maken met de hoofd-PL Volkswinkel.